60 en het CDA willen minister Vert Grapperhaus van Justitie dwingen meer inzicht te geven in het aantal aangifte van verkrachting. Nu is het volgens hen nog te vaak zo dat slachtoffers na een gesprek bij de politie toch geen aangifte doen, terwijl het aantal meldingen van verkrachting juist toeneemt. Ja, Hanneke van der Werf, fijn dat je er bent. D66, terwijl het aantal aanmeldingen van, of terwijl het aantal meldingen van verkrachting toeneemt, daalt het aantal aangiftes. Dat is op zich frappant te noemen. Ja. Hoe kan dat? Nou ja, dat komt, weten we uit onderzoek, omdat vrouwen te vaak en te veel een drempel ervaren op het moment dat ze melding doen van seksueel geweld bij de politie. En ik vind het heel belangrijk dat we het, die drempel wegnemen. Dat we het minder moeilijk maken om van die melding een aangifte te maken. Ja, want 2015 deed nog 49% van de slachtoffers na een gesprek bij de politie deed die aangifte. In 2019 is dat aantal gedaald naar 38%. Ja, en die 38% klinkt dan nog relatief veel. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om even te benoemen. Het gaat dus om 1 op de 10 studenten bijvoorbeeld. In totaal gaat het om 1 op de 8 vrouwen die dit heeft meegemaakt. Dus dat gaat om bijna 1 miljoen mensen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend veel. En als van die fractie die maar melding durft te doen nog zo'n laag percentage aangifte doet. Ja, ja, maar het is eigenlijk toch best vreemd dat die mensen dus in eerste instantie wel naar de politie gaan en dan toch afzien van aangifte. Hoe kan dat? Nou, wat blijkt, er is onderzoek gedaan door de inspectie Justitie en Veiligheid vorig jaar. En die zeggen eigenlijk, het is te ingewikkeld voor vrouwen, het te spannend om een aangifte te doen. Rechercheurs die bereiden mensen heel vaak voor op het proces dat er komt. Vaak is de dader een bekende. Dat is natuurlijk al heel ingewikkeld om daarmee om te gaan. Maar ook blijkt dat vrouwen vaak een bedenktijd wordt aangeboden. En dat er dan niet wordt teruggebeld door die rechercheurs. Nou, dat is voor heel veel vrouwen toch zoiets van, nou, het was al heel spannend om die melding te gaan doen. Ik denk dat de andere gasten hier aan tafel daar beter iets over kunnen vertellen dan ik. Maar als je dan ook nog zelf continu in de lead moet zijn en er een beetje voor gewaarschuwd wat voor gevolgen dat heeft. Ja. Ja, dat helpt natuurlijk niet om die aangifte omhoog te krijgen. Claudia, jij bent een van de slachtoffers. Jij bent in je studententijd verkracht. Dat is nu 6 jaar geleden. Herken jij wat hier gezegd wordt? Dat het je heel moeilijk wordt gemaakt dan vervolgens als je al naar de politie stapt? Nou, dat zeker. Ik denk dat over het algemeen het zoeken van ondersteuning na zo'n gebeurtenis moeilijk is. Je wordt van het kastje naar de deur gestuurd. Iedere keer weer heen en weer. Je moet naar je huisarts, je moet naar de politie, je moet naar een psycholoog. En toen was het onderhand een jaar later pas dat ik dus de ondersteuning kreeg die ik nodig had. En daardoor is de trauma dus juist heftiger geworden. Het zijn juist de gebeurtenissen na de trauma die het kunnen verdubbelen of halveren als we het goed zouden doen. Ja, want dan ga je naar de politie en dan? Dan mag je niemand meenemen de interviewkamer in. Dat vond ik toen al heel moeilijk. Want ja, ik wou niet eens echt naar de politie. Ik vond het te naar, te eng, te serieus. Op een bepaalde manier. Want heel veel dingen die gebeuren, dat gaat ook over het overschrijden van grenzen onder studenten in niet bepaald ideale situaties. Ik wou dus eerst alleen een dokter en een psycholoog. Maar de huisarts zei gewoon, ik kan hier niks mee. Ga naar de politie. Ik kom bij de politie en ik moet mijn hele verhaal doen tot in diepe detail, waar ik dus ook heel erg van schrok om dat te moeten doen. De vragen die mij gesteld werden. En tegen het einde zeiden ze, ja, luister, je kan aangifte doen, maar waarschijnlijk komt er niks van, want het is jouw woord tegen het zijne. En daardoor voelde ik me al zo ontmoedigd en niet geloofd vooral. Ik had het gevoel dat ik afgezet werd van, dat is nog zo'n studenten, hè, die heeft gewoon spijt van wat er gebeurd is en die reageert daarom een beetje raar. En ik weet nu dat ik recht had gehad op een arts en op een psycholoog. Maar destijds wist ik dat niet, dus ik ging bij de politie weg met niks. Debbie, een soortgelijke ervaring met de politie. Ja. Jij bent verkracht, hoeveel jaar geleden is dat? 6 jaar. In een club, ja. Ook al 6 jaar geleden dus. En jij kwam met de politie en je had echt het gevoel van ze ontmoedigen het. Ja, want het wordt ongekend moeilijk gemaakt, hè, voor vrouwen die te maken hebben gehad met verkrachting. In de eerste plaats is het natuurlijk ook omdat wij heel erg een beeld hebben van als je wordt verkracht, dan ben je van de fiets getrokken of dan heb je heel veel geweld meegemaakt. En in dat geval gebeurt eigenlijk heel weinig in verhouding met